Nu een beetje rustiger. We proberen onszelf een beetje ademruimte te geven. Het is ook een extra reden waarom dat we eigenlijk het zo gek vinden dat we gewonnen hebben. Want in de stemperiode voor de awards was onze koffiebar zelfs gesloten. Dus konden mensen helemaal geen vegan ontbijt komen eten bij ons. En het feit dat onze klanten en onze fans echt zelfs ondanks dat op ons gestemd hebben en er voor ons zijn, dat is echt zalig. We hebben inderdaad, een heel uitdagend jaar gehad. En dat is super dat we voelen dat onze klanten ons echt op handen dragen. We zijn daar enorm, enorm dankbaar voor. Ja. We voelen ons echt geliefd. We hebben een heel huiselijke sfeer al proberen creëren de afgelopen jaren. En ik denk dat mensen dat gewoon fijn vinden om daar te zijn. En ons ontbijt, ja, het is plantaardig. Ik denk dat er ondertussen al meer en meer plekjes zijn in Gent die plantaardig ontbijt voorzien. Want er zijn er toch nog altijd niet heel veel. Dus ik denk dat mensen wel ook gemakkelijk bij ons terechtkomen. En we proberen het allemaal ook wel huiselijk te houden, ook qua menu en zo. Het is niet heel, heel ingewikkeld, het is niet heel uitgebreid, maar we hebben wel kei lekkere pannenkoeken of wafels waar dan mensen toch voor blijven terugkomen. Dus dat is super tof. Ik ben wel fan van onze brunchplanken. Dat is iets waar we vorig jaar mee begonnen zijn. We proberen zo 2 keer per jaar een seizoensgebonden plank te maken. En daar heb je het voordeel dat je heel veel kleine dingen samen hebt, dus je moet niet kiezen. En dat is voor iemand zoals mij met keuzestress wel de ideale optie. Dus ja, onze brunchplank toch wel. Wat wij wel merken bij onze klanten is dat mensen openstaan voor het feit dat het niet alles of niets hoeft te zijn. Of zo. Ik denk dat meer mensen beginnen te beseffen van ah, ik kan dat een keer uitproberen, of ik kan dat op mijn eigen tempo uitzoeken, of ik kan beide doen. Ik kan iets plantaardig en iets niet plantaardig voorzien als het bijvoorbeeld over een verjaardag gaat of kerst of zo. En ik denk die mildheid dat mensen wel beginnen voelen, dat dat ook wel werkt of zo. Dat ze weten dat ze het eens kunnen uitproberen en dat ze niet direct hoeven te zeggen, ik ben vegan. Terwijl dat wel ook zeker nog oké is, maar zo die schaal wordt een beetje blurry of zo. Ik denk dat dat wel een reden kan zijn, ja. Nog geen idee. Ik denk wat een bakster liever gaat blijven doen, is iets dat onze collega Kobe ook heel goed kon. Namelijk leven en ondernemen met intentie. Dus altijd vanuit het hart en met een doel voor ogen iets doen. En ik denk dat we dat ook gewoon gaan blijven doen. Waar dan Madame Bakster goed in is. En welke vorm dat het dan ook is. Het zal wel iets met iets lekkers op tafel te maken hebben. Maar we gaan het alleszins met ons hart en met heel veel intentie doen. Dus ik denk dat dat is wel wat de toekomst brengt voor ons.